Dit is zo vet. Ah, hier zie je al het geld. Dat gaat er vandoor. Boom! Oh ja, zijn auto zit in de fik. Ik heb zijn auto in de fik gezet. Welkom kijkers bij een nieuwe video. Vandaag speel ik het spel Call of Duty Black Ops 4. Een spel wat ik eerder op mijn kanaal heb gespeeld met Blackout natuurlijk. Dat was echt knijtersvet. En er is dus een nieuwe game mode uitgekomen op Call of Duty die ik natuurlijk wel moet proberen. Want jullie weten waarschijnlijk wel dat ik op GTA 5 altijd eigenlijk politie en boefje heb gespeeld. Heel lang, echt voor 67... Heel random getal dit, laten we zeggen. 60 of 70 episodes lang heb ik dat gedaan, politie en boefje. En momenteel is er dus op Call of Duty een game mode genaamd Hot Pursuit. En dat is eigenlijk een soort van Cops and Crooks. Cops and Robbers, hoe je het ook wil noemen. En dat ga ik vandaag dus spelen. En ik ben hier vandaag ook samen met iemand, namelijk Killer Dutchies 10. What's up? Hallo. Kijk, we kunnen hem goed horen, dat is hartstikke goed. Ik had namelijk gewoon een Twitter berichtje eruit gegooid van... Yo jongens, ik ga zo meteen Call of Duty opnemen. Hot Pursuit, wie wilde meedoen? En Killer Dutchies was eigenlijk een van de eerste die gelijk reageerde. Dus ik hoop dat je het zin hebt, Killer Dutchies. Wat is je echte naam? Pieter. Pieter, kijk, het is lekker makkelijke naam. Dat is lekker makkelijk te onthouden. Heb jij deze game al gespeeld? Nee, nog niet helaas. Nog niet? Kijk, dat is tof. Dan zijn wij samen dus allebei hier in de noobies, als het ware. Want ik heb het ook nog nooit gespeeld. Ik ben wel een echte Call of Duty fanaat, dat sowieso wel. Dus dit moet wel goed komen, maar we hebben het allebei nog niet gespeeld. Ik ben benieuwd. Het is dus een soort van politie en boefje schijnt. We gaan het zien. Oké jongens, zoals jullie kunnen zien zijn we gedropt en we gaan naar Estates toe. Dat is namelijk een plek die ik heel goed ken. Je ziet het is de Blackout map gewoon. En dit is overigens dus wat ik wilde vertellen. Dit is een map van Black Ops 2. Volgens mij heette die Raid. If I'm not mistaken. Ja. Ik begin gelijk met Armor, dat is chill. Ja, Raid hè? Ja, en ik ben dus samen met Pieter jongens. We gaan het helemaal rocken hier dan. Ik heb helaas nog geen wapen. Heb jij al iets? Ja, alleen de F7. Oké. En er zijn dus 76 mensen in de map. Maar ja, wat verder dus de bedoeling is... I don't know. Oh, nice, een wapen. Yes, oké. Okay. Maar zijn shotgun, daar heb ik niet zoveel aan. Ik moet eigenlijk wel even een assault rifletje hebben. Dat zou wel lekker zijn. Ja, ik heb wel iets liggen. Oh, kijk hier. Oh, dit is nice. Dit is wel prima, man. Dit is wel prima. Alright, I'm good. Ben jij ook prima? Ja. Of niet? Oké, top. Wat is dit? Oh, dit is nice. Shit. Heb ik die ook nog erbij? Alright, let's go man. Ik heb dus echt geen idee wat we moeten doen. Dat is juist het toffe. Maar ja, het schijnt een soort van Cops and Crooks te zijn. Dus we moeten gewoon even goed opletten of we een vehicle kunnen pakken. Oh, wat vliegt er over ons? Waar vliegt er iets over ons heen man? Shit, het is echt een big vehicle ook gewoon. Maar wat het is? Oh, daar. Of niet? Oh, dit is zo'n wapen. Oh, oké. Okay. Ik moest eventjes kijken wat voor wapen ik nou precies heb gepakt. Oh, wat is dit? Auger? Let me see. Het zijn allemaal single shots. Ik pak alleen maar single shot wapens op. Ik mag deze wel hebben die ik nou vast heb. Even kijken hoor. Oh, hier weer die shotgun. Nee, dat is goed joh. Ik ga hier wel gewoon mee doen. Want ik heb ook nog een tweede wapen. En die is volgens mij wel prima. Dus let's go. Ja, boven ons vliegen wat vliegtuigen. Echt heel veel ook gewoon. What the hell? Cirkel is aan het krimpen. Maar we zitten er gewoon in. Dus dat is mooi. I don't know what to expect, Pieter. Nee, ik snap het ook niet echt. Ik vind het spannend, eerlijk gezegd. Ik zie daar een auto staan, maar... I don't know. Oh, daar zie ik misschien... Is dat een politievehicle of niet? Further collapse expected. Ja, nieuwe cirkel gaat weer klimpen. Ja, hier staat een politieauto. Oh. Zou dat ermee te maken hebben? Kunnen we deze politieauto pakken? Hold on. Probeer. Ja! Holy shit! Kijk dit! Get in my dude! We are going! What the fuck? Oké, dude, let goed op hè! What the fuck, ouwe! Oké, jongens, we zitten in de politieauto. En wij gaan op zoek naar boeven, jongen. Dat is wat wij gaan doen. Wij gaan op zoek naar die verrekte boeven. Hier, kijk, hier is dus een boevenauto, denk ik. Want hij is wit omlijnd.
Hier, boom. Ja, er zit dus niemand in. Nou ja, oké, dan skippen we hem weer. Gaan we weer verder. We maken wel knijts veel geluid nu, jongen. Holy crap. Jezus, man. Oh, shit, hé. Ik weet ook verder niet echt de controls van dit ding. Maar ja, ik geef nu gewoon het gas. Dat is prima. Ja, precies. Kan je respawnen? Ik zie de hele mensen doodgaan rechtsboven, maar... Het aantal blijft op 73 staan. Nee, klopt. What up? Is hier iemand? Nee, ja? Nee, we gaan weer verder. Oh shit, de cirkel, dude! Oh! Waar zijn we? Oh, we zitten al dik in de cirkel, niks aan de hand. Oh, daar, 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 daar. Daar zijn rode puntjes. Ja, ja, kijk! Schiet ze kapot, Pieter! Schiet ze kapot! Ja! Maak ze dood! Maak ze hartstikke kapot! Lekker, ouwe! Schiet hem dood! Oh, oh, shit! Hij gaat die supply erop proberen te pakken. Oh! Oh! Oh, oh, ja, nu kan je hem, pakken, nu kan je hem pakken. Oh! Oh, fuck dit. Nice, nice, nice. We blijven hem volgen, we blijven hem volgen. Oh, dit is zo vet. Dit is zo vet. Ah, hier zie je al het geld. Dat gaat er vandoor. Boom! Oh, ja, zijn auto zit in de fik. Ik heb zijn auto in de fik gezet. Oh, shit. Nee, meen je niet. Dat meen je niet. Kak, 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 kak. Oké, okay, we moeten hem pakken. We moeten hem pakken, jongen. Blijf er achteraan gaan. Kak. Oh, hij stapt uit. Hij stapt uit. Shit, hij is eruit. Hij is eruit. Oké. Okay. Move in. Move in. Schiet hem dood. Hij zit erboven. Hij zit erboven. Ik heb hem gehit op zijn armor. Ja, ik heb hem kogels. Ik kan niet veel. Ja, ik heb hem genokt. Ik heb hem genokt. Oh. Netjes. He's down. He's down. Oké. Okay. Hij heeft... wat heeft hij allemaal? Even zien, hoor. Oh shit, dit was gruwelijk, ouwe! Dit was echt super gruwelijk! Ja, oh shit. Ja, verder hoef ik niks van hem. Oh, even een 3-keer scope. Nou, yeah, sure, let's take that. Oké. Okay. Maar ik denk dus dat hij hierheen is gereden, omdat dit een beetje de plek is voor de crook, zeg maar. Dat denk ik. Waarom zou hij anders hierheen rijden, right? Wat heeft hij hier te zoeken, zeg maar? Oh, dat was een harde val, dat had ik niet moeten doen. Zo. Even mijn inventory kijken. Zo. Hoppakee, 150 HP weer. Oké, er komen weer planes aan. Maar wat was zeg maar het doel van hem? Wat moest hij doen? Dat is het enige wat ik me nu nog echt aanvraag. En er zijn nog 61 alive. Dus je kan niet eeuwig respawnen. Hier staat zijn package. Let's grab it. Boom. Oh shit, ouwe. Armory level 3. Een Rampart Tactical, dat is zeker weer zo'n shotgun. Trauma kit. Wel! Oh, ja, dan is deze heel nice. Dan is deze heel nice. Oké, en een grapple gun. Dit was een hele goede package, man. I got some good stuff now. Oké, in dat geval ga ik die perks eventjes innemen. Sowieso mobility. Ben ik even wat sneller. En dat vind ik voor nu dan ook wel even goed. Oké, okay. Goed. Laten we weer op zoek gaan naar enemies, man. Ja, goed idee. Right? Oké. Okay. Zo, dan gaat mijn inventory weer weg. Want, ja, wat ik al zei, nog 61 alive. Dus het daalt nu wel. Het aantal mensen, zeg maar. Oh, daar landt weer zo'n package. Kom, we gaan die pakken voor jou. Ja, dan heb jij ook een fysieke keer. Hier boven op de berg is die. Op 315. Er zijn wel mensen bij. Ja, ja, ja. Ik hoor het. Dat is alleen maar leuk. Dan gaan we ze killen. Get ready, boy. Ik neem deze trauma kit even in. Ik heb 200 HP. Oh, achter me. Ik heb hem, ik heb hem. Ja, nog verder door. 59. Oké. Ik breed 5 je, ik breed 5 je. Got you, man. Ik heb er dus één gekilled. Die was knocked. En daar verderop, daar zijn ze dus. Let's go, man. Woe. Oké, okay, hier is de tas. Ik ga... Oh, hij zit daar verderop bij het rode gebouwtje op 63. Pas op. Ik open nu even zijn loot.
Hij heeft medkits, bandages. Die bandages zou ik als even pakken als ik jou was. Ik word gewoon opgeschoten. 17. 1 man. 1 knock. 1 knocked, ja, 1 neer. Eentje nog links daarvan. Eentje, die is ook neer. En 6. Oké, die finish ik wel eventjes trouwens. Oh, die is al dood, hè? Oké. Open ik deze eventjes. Oké, trauma kit weer. Hold on, die wil ik dan eventjes innemen als het kan. Oh shit, hier zit al zijn ammo. Oh, nog iemand. Van de vaar? Neem 70. Oh, je wordt aangereden, man. Oh, ik ben ook neer, man. Woe, fuck. Zijn we nu out of the game? Zijn we gone? Ja, ja hè? Ja. Shit. Ja, 13e. Hoe dan? Oh man, ik vond het wel een leuk eerste potje. En we mogen dus niet doodgaan, dat snap ik alleen niet. Er gingen vet veel mensen op het begin dood, zeg maar, rechtsbovenin. Maar die werden dan denk ik de hele 3-5 of zo. I don't even know. Dit was sick, we gaan nog een game doen, let's go. Ik heb me een beetje verdiept in de game mode, jongens. En ik ben er dus achter gekomen dat je kan respawnen zolang je teammaatje leeft. Dat is waar het op neerkomt. Dus stel nou, Pieter is helemaal out of the game. Ja, die is genokt, vervolgens gecleared. Maar ik weet in leven te blijven, dan kan Pieter dus weer respawnen. Dat is hoe het werkt. Dus dat heb ik eventjes in de tussentijd uitgezocht. En wij gaan hier dus nu voor een nieuw potje landen in Nuketown. En dit is een van de eerste plekken waar de helikopters overheen vliegen. Dus dit wordt ongetwijfeld gekhuis, ongetwijfeld gekke drukte. Maar dat is alleen maar leuk, want dan kunnen we veel kills maken. Dus let's go. Even zien. Ja, ik heb gelijk een wapentje, dat is lekker. Pak ik die nog erbij. Oké, kan ik hier de trap op? Nee. Oké, verder is dit huis dus niet heel veel waard. Oh, zieke box. Never mind. Dit huis is heel veel waard. Holy crap. Thank you. Relocation to indicated safe zone is advised. Nice. Ja, let eens goed op of er enemies zijn. Heb jij al enemies gezien? Ja. Ja? Nog wel eens. Even kijken hoor. 15, 9. Zo. Helemaal op je gemaakt, ik kan geen plezier. Oh, zit er eentje bij me ook, of niet? Ben jij dat? Nee, er zit er eentje bij me. Ik ben net. Ah, loopt er. Ja, ja, loopt er eentje. Gaat bijna neer. Oh. Ik heb hem neer. Netjes. Ik heb hem finished. Ja. Okay. Ik probeer zijn tas te openen zonder in het zicht te liggen, maar dat gaat niet echt. Oh, hij had ook gewoon niks. Huh? Ik kan zijn tas gewoon... Nee, hij had gewoon niks. Ik kan zijn tas niet openen. Waar zijn die guys voor jij opeens? Ja, ik ben al op een eentje op aan het schieten hier voor mijn neus. Oké, kom maar aan. Op 4. Hij heeft me gewoon. Oh jee. Ah, mag. Nee, voor niet. En 6. Komt er nog één? Oh, nog eentje? Oh, ik had hem bijna, man! Ik had hem zo bijna, maar het was wel een episch begin. Dus we gaan nog een potje doen, 20ste. Dat kan veel beter, jongens, let's go. Oké, jongens, voor het derde potje gaan we gewoon eventjes risico nemen. Want we gaan naar Hijacked toe. En Hijacked is een boot. Dat is een map van Black Ops 2. Super vette map. De echt, gewoon als je Hijacked kreeg, Pieter, dat weet je waarschijnlijk ook nog wel. Dan was je echt blij, want dat is gewoon de map. Dat was echt de shit. En je ziet ook dat het hier heel erg druk wordt. Het is nog steeds heel erg populair, deze locatie. Dus ook in Blackout, ook in Hot Pursuit game mode. Het is gekhuis hier zo. Maar we gaan ze allemaal klaren. Het komt helemaal goed. Zit er nou eentje bij me of niet? Je hebt er eens eentje bij me. Jawel. Ik heb er een nog. Wat? Oké. Potential collapse detected. Advise relocation to indicate safe zone. Jij bent neer, of niet, Pieter? Ja. Oké, dan moet ik dus in leven blijven, zodat jij gewoon kan respawnen. Dat is nu even het idee. Ik kan ook gewoon de nieuws pakken. Dichtzuig of zo. Ik wil op zich wel kills maken, maar ik wil wel dat jij blijft leven. Dus dat is een beetje het ding. Dus ik ga gewoon voorzichtig spelen. Heel goed. Hier zit sowieso iemand boven, man. Ja, waarschijnlijk wel.
dit voor wapen? Circle collapse imminent. Get to safety. Die trash. Die had ik al, of niet? Awareness. Kan ik weer spannen? Ja, ga je respawnen? Top, dan kan ik weer meer risico nemen. Oh, wat is dit chill, zeg. Vliegt precies over hijacked heen. Meen je niet? Oh, nice. Daar hebben we inderdaad heel veel massa mee. Oh, zit hier beneden, denk ik. Huh? Oh, die plek is hier natuurlijk. Wat hebben we hier? Een Titan. Ik heb geland. Nice. Eén neer. Oh, ja. Oh. Twee neer. Oh, ben je beneden? Ja, ik zit beneden onder in het dek. Ik heb zo'n vermoeden dat hier nog iemand zit. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Ook wist je niet dat je naar beneden kon, joh. Nog één nog, what the fuck? Oh, wat? Oké, als jij even alles een beetje in de gaten houdt, dan pak ik even snel shit op. Oef. Ja. Want ik denk dat hier dus nog meerdere mensen zijn, man. Watch out. Oh, nu heb ik dus een verkeerd wapen. Waar is de cirkel trouwens? Oh, zit goed. Oké, okay, mooi. Ja, we zitten erin. Ja, even kijken. Spitfire. Dat hoef ik niet. Deze wil ik wel. Mobility, dat is altijd wel lekker. Oké. Okay. Cool, ik ga die nog eventjes innemen. En dan ga ik weer op onderzoek uit, man. Hoezo mag ik geen... Ja. HP dingetje innemen. Tel. Sitrep, circle collapse imminent. Huh? Get to safety. Hoe gaat je quick inventory weg, zeg maar, met pijltje omhoog? Hoe gaat dat weg? Dat gaat automatisch weer weg of zo, nee. Hè? Automatisch, ja. Ja, oké. Okay. Goed, ik denk dus dat er nog mensen zijn, hoor. Ik wil eigenlijk alleen nog even armory hebben. Oh, ja. Dat zou echt zo nice zijn als ik dat nog even zou vinden. Oh, kijk hier. Let's go. Oké. Okay. Hier ligt nog heel veel shit. Hier ligt nog een backpack als je die nodig hebt. Heb ik die al? Ja, die heb ik al. Armor level 2. Heb jij hier, heb ik voor jou armor level 1 hier liggen? Alright, nice. We survived, man. Ze zaten allemaal daar beneden. Ik hoorde ze namelijk al. Ik dacht van, waar zijn ze nou? Maar toen uiteindelijk hoorde ik het. Ze zaten dus beneden al die tijd. Dus dat is wel chill. Ik ze daar even heb kunnen killen. Backpack. Oké, okay, laten we die helikopter pakken, man. Dan peren we hem gewoon. Hier heb ik nog stok. Let's go. Alrighty, alrighty, alrighty. En ik moet dus eigenlijk even een assault rifle hebben. Want ik heb nu twee... Ik heb de Mad Dogs en ik heb de MP40. Dat zijn allebei submachine guns, right? Of niet? Nee, volgens mij niet. Nee, Mad Dogs is wel een AR? Ja. Oké, okay, nice. Dan heb ik dus wel gewoon een AR. Oh ja, ja, oké, okay, inderdaad. Met ook zeker weten, nee hoor. Het ding is alleen, we hebben geen boot. Of iets. We hebben niks om hiermee om hier vandaan te peren. Dat is wel even een probleempje, right? Yes. Wat ligt hier trouwens? Een ABR-223. Is dat een beetje een goed ding? Als salt krijgen we dan een burst. Oké, okay, Nee, laat dat maar zitten. Nog wel even aan. Nee, precies. Shit, man. Ik denk dat we daar even een bootje moeten pakken aan de andere kant. Want daar zijn wel bootjes. Wacht. Er loopt hier nog iemand, man. Er is hier nog iemand, is hier nog iemand. Hier in dit gebouw. Ja, bijna achter je, bijna. Top. Wat is dit? Ja, hij loopt hier binnen, hij loopt hier binnen. Supply drop inbound. Volgens mij loopt hij beneden. Volgens mij loopt hij weer beneden in de, onder het dek, weet je wel. Ja. Ja, we moeten even naar beneden, man. Hij zit daar sowieso. We're gonna get you, motherfucker. Waar ben jij? Waar ben jij? Waar, oh, waar is deze man? Ja.
helemaal van alles. Waar is hij? Hè? Wat zit daar? Zijn Rampeter. Ik weet zeker dat hij er is. Jij hoort hem ook, right? Ja, ik hoor hem ook inderdaad. Ja, hij is er. Oh, achter mij, achter mij, achter mij. Ik ben best flink gehit. Ik peer hem. Ja, cool. Ik regen, ik regen. Hij zat er gewoon op gaande grond, man. Op het dek, zeg maar. Ah, oké. Okay. Oh, oh. Was jij dat? Nee, ik was het. Ik denk dat hij achter op het dek zit. Hier ergens. Hier zit hij niet. Hey, waar is hij heen? Ja, ik denk weer snel in de boot gegaan. Check jij beneden, check boven. Ja. Check ook alle corners en zo, hè? Ja, waar is hij? Hè? Dan is hij denk ik weer onder in de boot gegaan. Kan niet anders. What the fuck, man? Deze guy speelt verstoppertje met ons. En hij is er best wel goed in. Ja, wow. Fuck, man. Nou zeg. Hier is hij ook niet meer. Oké, okay, cirkel gaat zo krimpen, dus laten we gaan zwemmen. Ja. We moeten een peren hier. Waar die dude heen is, echt grootste raadsel ooit voor mij. What the hell, man. Echt bizar. Holy fucking shit, waar is hij heen? Hij is hem echt gewoon ziek goed gepeerd. Want hij schoot me vol mijn rug. Ik moest de peer echt net op tijd, kon ik het redden, zeg maar. En ineens gewoon disappeared. Disappeared gewoon. Want ik ging dus even healen binnen. Nowhere to be seen, die guy. Heel sick. Oké, ja, zie je, cirkel gaat nu krimpen. Maar we zijn precies goed op tijd weggegaan daar. En we moeten dus eventjes kijken. Misschien gaat hij gewoon achter ons aan. En misschien zat hij daar gewoon nog ergens te wachten of zo. En dat hij hem nu ook denkt van, oh, laat ik hem ook maar speren, weet je. Ja, het zou niks sparen. Nee, mij dus ook niet. Want als hij weg was gegaan, dan hadden we hem wel moeten horen met een boot of een helikopter of iets, right? Maar ik heb niks gehoord. Ja, dat klopt. Ik ook niet. Er stond ook geen helikopter, dus dan kon hij ook al niet meer weg. Nee. Is hij dan gewoon echt gelijk het water in geplonst en gaan zwemmen? Is dat het echt? Dat zou wel heel slim zijn als dat zo is. Dat hij gewoon denkt van, ah, fuck it, ik krijg die kill niet. En dan peer ik hem maar gewoon. Hier zijn schoten trouwens verderop, man. Ja, cool. Just watch out. 64 alive, hè? Jezus. Best wel wat. Maar laten we het gewoon rustig aanpakken. Zo. Even kijken, heb ik nog een nee, ik heb geen trauma kit. Ik wil dat even checken. Dan heb je gewoon 200 HP. Ik zie daar verderop iemand lopen. 41. NE. 41 NE bij het hutje. Let's go, man. Ben je achter me? Ja, hè? Ja. Oké, okay, ik denk dat hij nu in zo'n hutje zit hier. Dat denk ik. Links of de rechter? Ik denk deze. Deze, de verste, zeg maar. Dat hij daar de deur heeft dichtgegooid. Ik gooi een grenade. Oh, kut. Ja, die gaat natuurlijk tegen de deur aan. Dat is slim. Oké, okay, durf jij die deur te openen? Durf je het? Ja hoor. Oké, okay, ik denk echt dat hij erin zit namelijk. Ja, ik had er ook nog in zitten in deze, hè? Zit hij erin? Kleintje. Nee, hè? Oké, okay, ik lig ready om te schieten. Goedie. Die andere gast. Ja? Ja, go. Niet in, hè? Oké, okay, is hij doorgelopen. Dan is hij doorgelopen deze kant op. Laat hij liep hier, man. Kijk, ik wil het gewoon even zeker weten, weet je, anders word je in je rug gepakt. Boven? Ja, hierboven, hè? Zag ik het dus wel. Ja, nog. Lekker, man, lekker. Goeie kill. Major instability detected. Ik kan hem finishen. Als ik erachter kom, hoe ik daar kom. Nee, ik ben niet boven. Ik heb hem. Op. Medkits. Armor level 1. Dus ik weet niet of je dat nog nodig hebt. Nee. Oké. Okay. Nee, hij heeft niet zoveel bijzonders, man. Eigenlijk helemaal niks zelfs. Maar hij was wel knocked. Wat betekent dat zijn maatje in de buurt is. We zitten in een goede cirkel nu trouwens. Dat is mooi. 56 alive. Oh, dude. Er komt ook geen nieuwe cirkel meer, of wel? Volgens mij is dit de laatste cirkel. En nu is het gewoon van knal elkaar maar af. Ja. Dit is ja. De laatste cirkel.
Wel, wel nieuwe cirkel? Ja, laatste is laatste. Oké, cool. Oh, hier ligt ook nog loot. Bandages. Oh, ik ook schoten vanaf dak. Oh, huis naast je. Wat waar? Vanaf dak wordt geschoten door iemand. Vanaf een balkon. Oké, ik heb geen idee waar vandaan, man. Roep eens graden. 129, ongeveer. 129. Naast me ook nog. Shit, het is druk, man. Holy fuck. Ja, ik ben afgemaakt. Ik zie het, ik zie het. Ik zie die guys wel lopen. Zitten daar. Ja. Oh, zit er ook nog eentje daar, op het dak. Zo, het zit hier echt bomvol met die guys. Ja, exact, daarom. Ik peer hem hier lekker, man. Ik blijf gewoon in leven, zodat jij weer kan respawnen. Hoe lang moet je? Niet, want er staat redeploy in available. Oh, je kan niet meer deployen. Meen je? Nee. Shit. Oh, deze is wel goed, hè? Deze Kayan, of niet? Ja, ik ga die even pakken. Soms is die goed. Hoezo? Nou, omdat hij af en toe nog wel eens recoil kan hebben, zeg maar. Ah ja, Ik heb wel vet veel attachments erop, dus dat is wel heel nice. Oh, nee, dat wil ik niet. Ik ga deze gewoon. Oké. Ja, wat ga ik doen? Ga ik ze proberen te killen hier allemaal, of niet? Ja, ook oppassen, want de cirkel krimpt. Oh shit! Heel goede call-out. Nou, de cirkel gaat nou krimpen zolang tot iedereen bij elkaar uitkomt, zeg maar, denk ja, ik. Ja, precies. Dat denk ik ook. Dan komen zij dus hier ergens vandaan zo meteen. Kijk, daar dus. Ja, daar. Pas op links van je. Ja. Oh, jammer man! Woe! Maar we hebben het geprobeerd! We hebben het echt geprobeerd. We zijn uiteindelijk 14e geworden. Ik weet niet hoeveel kills ik had. Maar volgens mij nog best wel redelijk wat. Dus hey, ik ben er best wel tevreden over. We hebben 3 lekkere potjes gespeeld. Beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze Call of Duty Black Ops 4 video. Pieter, jij bedankt voor het meedoen. Ik vond het super tof. Dus hopelijk jij ook. En hopelijk jullie kijkers ook. Zo ja, doe nog even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En zie ik jullie morgen om 15:30 weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal natuurlijk. Zoals altijd. Laters.